Naomi de Olde, ik ben 20 jaar en ik kom uit Enschede en in mijn vrije tijd rijd ik supermoto. Ik zat toen ik een kleuter was bij mijn moeder op de achterbank in de auto en zag ik een crossmotor bij het stoplicht staan. En toen dacht ik van ja, dat wil ik later ook. Ik ga sparen voor een brommer, die heb ik toen gekocht toen ik 16 was. En toen ben ik via een vriend op de motor terechtgekomen, zeg maar. Ja, toen ben ik zelf motor gaan rijden. En, hoe reageren de mannelijke motorrijders van, ja, hey, er komt een dame bij ons meedoen en die rijdt ons eruit? Ja, die vindt het volgens mij niet altijd even leuk. Het is niet dat ik iedereen eruit rij, hoor. Ik rijd nog niet zo heel hard, maar ja, ik heb wel plezier met ze. Ik kan wel goed met ze vinden, maar op de baan is het dan wel leuk als je een beetje strijd hebt. Ik doe nu voor de derde keer mee aan de België-Nederland Cup. De eerste race zit er al op. Hoe ging die? De eerste race ging wel goed. Ik had een goede tijdskwalificatie voor mijn doen. Ik mocht bij 21ste plek starten van de 34 rijders. Na echt een hele goede strijd mijn tijd verbeterd en op de 21ste plek kunnen blijven staan. Ja, en hoeveel kost dat nou om eigenlijk ja, zo'n motor te onderhouden? En ook door heel Nederland en België te rijden ja, voor die races? Ja, dat kost wel heel veel, dus daar ben ik nog wel op zoek naar wat sponsors. Ja, ik heb nog mijn baantje bij Motorport op de zaterdag en ik probeer hier en daar wat bij te verdienen. Maar ja, het is toch wel heel veel zo'n seizoen. Hoe vaak train je eigenlijk in de week? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik afgelopen winter niet zo heel veel heb gedaan. En dat in de eerste race ook wel heb gemerkt. Dus ik ben nou wel echt volle bak aan het sporten gegaan, omdat ik wel dit volhouden deze prestaties.